Deze samenvatting wordt mede mogelijk gemaakt door Nijl Vassink, Heutink en MDB Media. Welkom bij SVZ2 TV. Vandaag de wedstrijd SVZ2 tegen Drachtster Boys. Ja, de winterstop is voorbij. We mogen weer. Dokkie is 50 geworden. Ondanks de vorst van afgelopen weken is het veld gewoon bespeelbaar bij SVZ2. Dus deze wedstrijd kan doorgaan en kijken of SVZ2 de seizoenshelft kan beginnen met een overwinning. Dat is nodig om aansluiting te krijgen bij de middenmoot van de hoofdklasse C. En dat weet ook Erik Assink. De wedstrijd is begonnen onder leiding van de beroemde scheidsrechter Bossen. Ook al veel fluitend in de Eredivisie. En dan is het Jordi Keili van de Drachtse Boys die een 1-2'tje met Carlo Borghuis doet. Dan kan hij de bal niet helemaal goed wegwerken. De SVZ2 kan de bal dan wegwerken gelukkig. Maar dan is het gevaar nog niet geweken. Dan een afstandsschot, maar is gewoon een keurige nette vangbal voor onze keeper Björn Nijsink. Kevin Houman had de supporters ook meegenomen en dan is het de beurt aan SVZ2. Met Dennis Sebas op Robbie Altink. Robbie Altink haalt eruit, maar dan is het keeper van de Beer die de bal keurig netjes gaat pakken. Zo heeft ook SVZ2 even een waarschuwingsschot afgelost. Drachtse Boys wil de bal hoog inroepen, maar dan kan SVZ2 de bal oppakken. Dan hier is het weer. Dennis Sebas, altijd dreiging daarvoor. Dennis Sebas, dan kan hij de bal afvuren. Maar een makkelijk balletje voor SVZ2. Wordt geclaimd dat het een rustspelbal is. Maar de wedstrijd gaat gewoon door hier met Kevin Aalman. Prachtige voorzet. En dat is het weer. Dennis Sebas die een stempel drukt in de eerste helft op deze wedstrijd. Weer een goede mogelijkheid. Altink en weer Sebas. Weer Sebas met een afstandsschot. Deze keer naast. Jammer dat deze man weggaat bij SVZ2 aan het eind van het seizoen. Want toch wel een smaakmaker binnen de ploeg van SVZ2. Maar dan hier is weer Drachtse Boys. Maar is het weer Nijsink die bal kan plukken. Zo is het over en weer wat speldeprikjes in plaats van echte kansen. Aman verspeelt dan de bal en kan Drachtse Boys overnemen met Keili. Keili kan die bal dan schieten en dan raakt links over de kruising. Prima schot van Jordi Keili. SVZ2 met een slappe corner, maar Lubbers kan de bal niet helemaal goed wegkoppen, dan uitverdedigen. Maar dan wordt dat slecht uitverdedigd door Drachtse Boys. Dan kan Lubbers de bal voorslingeren. Wie is er dan met de kop bij? Ja, Ruud is er wel vlakbij, Ruud de Heide, maar keeper van de Meer pakt de bal netjes uit de lucht. Hier Mirko Swiers op Kevin Aman. Kan hij de bal voor krijgen? Nee, dan bal weer terug op Swiers. Weer een Messi-beweging van Swiers. Ja, dat was mooi. En een mooi balletje op Woesthuis. En Woesthuis onderuit gehaald. En scheidsrechter is gedecideerd. Hier nog één keer in de herhaling. Oppa, dat is Lionel Swiers. En dan balletje op Woesthuis. Ja, Woesthuis wordt over de knie genomen. Terechte beslissing van scheidsrechter Bossen. Wordt nog wel geprotesteerd. Maar het is gewoon een penalty. Dennis Sebas met de bal onder de arm. Welke hoek zal hij kiezen en heeft Van der Meer dat ook door? Nee, heeft het niet door. Dan is het 1-0 voor SVZ2 door Dennis Sebas. Zo beginnen we lekker aan deze wedstrijd hoor. 1-0 voor. Is niet veel voorgekomen bij SVZ2. Ook niet in de oefenperiode. Alle drie de wedstrijden verloren. Dus dit is wel een opsteker. En kijken of we dat kunnen gaan uitbouwen. Drachtse Boys moet dan gaan komen. De bal wordt dan voorgezet en dan is het een hensbal wordt geclaimd door Lubbers. Daar wordt nog eens even nagekeken. Ja, hij glijdt op de bal met de hand en eigenlijk heeft Drachtse Boys dus inderdaad een penalty verdiend. Maar daar zitten we in de tweede helft. Er werd niet veel er gebeurde niet zoveel meer in de eerste helft. Dus huppakee, naar de tweede helft. Kijken of de T heeft gewerkt bij SVZ2 hier met Wensink. Wensink kan die bal voorkrijgen. Dan kreeg Ruud de Heide net niet de bal even lekker op het hoofd. Bal net over. Robbie Altink op Wensink. Wensink met de bal weer naar voren toe. Wordt dan Bas Woesthuis. Bas Woesthuis hakje erop op Dennis Sebas. Zag dat hij meeliep. Dennis Sebas kan dan de voorwoord brengen op Ruud de Heide. Ruud de Heide kan hij de bal weg afgeven. Nee, gaat hij afgeven op Robbie Altink. Robbie Altink. Wat een doelpunt. Robbie Altink. Hij maakt een doelpunt. Fantastisch. Wat een schitterende goal. Binnenkantje paal.
En vroeger was het altijd Davy Perik die een prachtige butterfly liet zien. Dat wordt niet meer gedaan op deze veld. Dat is jammer. Maar dit is wel een schitterend doelpunt. Kijk eens even aan. Hup, binnenkantje paal. En dan zit hij er gewoon in. 2-0 SVZW. Wat een luxe positie. En dat door Rob Altink. Rob Altink brengt de stand op 2-0 in het voordeel van... Dan is het de Drachtsterboys die toch moet komen met een 2-0 achterstand. Dus dan deze corner. Maar wordt keurig netjes met een showduik door Björn Dijsink weggepakt. Dan is het weer SVZW. SVZW had gewoon een lekker gevoel bij deze wedstrijd. Maar constant in de aanval. En dan is het hier Dennis de Bas. Hoppa! Dennis de Bas. 3-0. Prachtig doelpunt weer. Dennis de Bas. Topscorer bij SVZW 1. Hier nog één keer weer, Maya Wensink. Michael Wensink, overstapje door Dennis de Bas. Gaat dan om de man heen, neemt de man dan wel mee. Maar schuift de bal langs, keeper van der Meer. En zo staat er gewoon 3-0 op het bord voor SVZW. Inmiddels hebben we 64 minuten gespeeld in deze wedstrijd. SVZW met een heerlijk gevoel in die tweede helft. En hier Dries Buijmen was ook ingevallen, maar keeper van der Meer kan deze bal pakken. En zo kreeg de talenten van SVZW ook gewoon een kans. En hier weer Robbie Altink. Robbie Altink kan die dan de tweede keer op doen. Oh, hij komt wat na terecht. Dat ziet er niet zo heel erg fijn uit. Scheidsrechter Bossen komen ook even kijken. Maar Robbie moet dan het veld verlaten. De man van de 2-0. En dan komt Maarten Janssen. Zo wordt het ene Wierense talent vervangen door het andere Wierense talent hier met... Ruterheide, wat kan hij dan doen? Opsa, huppakee, ja, en dan heb je zo'n middag dat alles lukt. En dan ook deze leuke geintjes. Heerlijk om weer eens te kijken naar een frivol SVZW. En dan fluit scheidsrechter Bossen af. En dan is het gewoon 3 punten voor SVZW. En dat is natuurlijk wel een heerlijk begin voor deze seizoenshelft. Ik hoop dat we deze lijn kunnen doorzetten en dat we weer een mooie partijen kunnen zien bij SVZW. En kijk dan ook op SVZW TV en binnenkort ook te zien op Regio FM. En moeten we nog een samenvatting zien van deze wedstrijd, dan kan er terecht bij SVZW TV of bij Podium TV.